En dan nu een hele goede zaterdagmorgen. Ja, ik ben alweer vroeg wakker. Goedemorgen, ik kom dus naar beneden met het mandje. En er staat daar al iemand zo van, schiet eens op met mijn bed, ik wil naar bed weer. Die heeft nog niet zoveel zin om op te staan, denk ik. Mand daarheen. Ja, kom maar, hij komt eraan. Kijk maar. Zo. Nog niet uitgeslapen, duidelijk. Ondanks al haar gesnurk van vannacht. Ja, jij lag te snurken. Nou, het is 7:15. Ik ga eerst Puk uitlaten. Een kwartiertje met te lopen, niet te lang. Want ik moet zo meteen natuurlijk ook nog weer aan het werk. En ik moet nog ontbijten. En mijn lunch klaarmaken. Dus even opschieten. Hey, hallo. Dan was ik weer. En inmiddels ben ik al thuis. Puk al uitgelaten. En nu ga ik gewoon boodschappen doen. Want Valerie is echt ziek. En daar wil ik straks heen. En ik heb nog wat interview om 5:00. Dus ja, even door pezen nu. Dus dat ga ik doen. En dan van de boodschappen maak ik weer een shoplog natuurlijk. Ik ga volgende week denk ik eens even bestellen. Want dan heb ik niet zoveel tijd. Want dan is het heel erg druk de hele week. Zo, net 50 minuten met de mevrouw van de NRC aan de lijn gehangen. Ze komt ongeveer over een maand online. Maar wel een super tof gesprek gehad. Ze wilde alles weten over vloggen. En nou ja, ik ben super benieuwd. En als ik wat weet, dan plaats ik de link hieronder. Maar dat duurt dus nog wel even. En ze gaat nog wat meer vloggers benaderen, zei ze. Dus ik ben benieuwd wat er nou van mijn verhaal in de ding komt. Ik heb wel aangegeven dat ik het heel tof zou vinden als mijn linkje erin zou komen. Dus dat ging ze regelen bij in elk geval het online. Dus spannend! En nu ga ik gauw naar Valerie toe. Dus tot later. En dan nu een hele goede zaterdagmorgen. Ja, ik ben alweer vroeg wakker. Ik sliep om 2:30 geloof ik, zo ongeveer 3:00. Het is nu 8:30. Ik heb al gedoucht, boven al een was gedraaid. Ik ga nu terug naar Valerie haar huis. Minst, ik ga eens met de hond lopen. Dan terug naar Valerie haar huis om daar even wat te doen. Want daar zijn we gisteren natuurlijk zo uitgelopen. Ik ga het mormontje eventjes uitlaten. Maar het waait heel hard en ze is een beetje licht. Dus ze waait ze wat weg, ben ik bang. Maar ja, ze moet toch even plassen. Geen idee wat dit voor vlog gaat worden. Ik doe mijn best om zoveel mogelijk te vloggen. Maar ja, je zult ook begrijpen dat dat niet altijd kan. Ik snap het en ik hoop dat jullie daar begrip voor hebben. Dus tot straks. Nou, ik ben weer thuis. Ik heb even lekker gesopt en gedaan. Een wasje gedraaid en dat allemaal dat soort dingen, weet je wel. En zometeen hier thuis nog even de vloer doen, want dat had ik van de week nog niet gedaan. En ik moet even opruimen, want nou ja, ik ben dus niet thuis en dan gebeurt er dus dit. Alles wordt neergekwakt en zo. Oké, statief is voor mij. Dat had ik op moeten ruimen. Maar goed, dat ga ik straks nog even doen. Nu ga ik eerst even mijn gebakken eitje eten met kaas en spek. En ik heb nog een envelop gekregen gisteren. En die ga ik eens even openmaken, kijken wat erin zit. Ik denk dat ik weet wat erin zit. Ik denk stickers, maar ik weet niet van wie. Dus daar ga ik even naar kijken. Ja, want dit is trouwens mijn lunch. Dus eerst even eten en dan de stickers. Ja, dit is beter. Het licht is heel anders, omdat we, kijk, zon hebben. Een huis is gelijk ook een stuk aangenamer. De kachel staat niet aan. En het is evengoed bijna 20 graden in huis. Omdat het zonnetje al een kracht heeft. Maar ik ga hem openmaken. Dus ik heb hem al losgemaakt. Maar nu ga ik hem even uitpakken. Leuk, zo'n sticker achterop. Die krijg je erbij. Let's even zien. Hoi Suzanne, hier bij de beloofde stickers. Veel plezier ermee. Groetjes, Anita. Deze minders. Dankjewel Anita. Ik ben er heel blij mee. Kan ik weer verder. Met deze. Dus die ga ik gauw even inplakken. Moet er nog een paar. Het eind begint in zicht te komen. Dus lijstje erbij, pen erbij. Ik ga plakken. Het is echt zo stormachtig. Ik heb net geprobeerd buiten wat te filmen. Want ik ging Puk uitlaten. Maar dat werd hem niet. Dat blaast zelfs door mijn pluisje heen. Helaas. Dus even geen buitenbeelden vandaag. Sorry, want het wordt alleen maar ruis. En dan moet ik het weghalen. En ja, ik vind juist die buitengeluiden ook wel eens een keer leuk. Hopelijk gaat de wind morgen liggen. Oké. Ik ga een slok water drinken. En dan ga ik nog even lekker naar de kringloop. Nou, eens even kijken. Misschien dat ik wel... Nee, ik neem jullie even niet mee. Ik ga even lekker zelf. Nou, als het nog harder gaat waaien, dan kan ik gaan vliegeren met Puk. Jeetje, ze waait echt gewoon bijna weg.
ging nog net even met haar naar buiten. Ze gaf aan dat ze naar buiten wilde. En ze moest inderdaad ook even plassen. Maar wind vlaag en ze waait wat uit de bocht. Dus arm beest. Maar ja, ze moet toch naar buiten. Het is niet anders. En nu loopt ze achter me. Daar liep ze net. Ze is bezig met haar bordje. En dat gooi ik dan weg en dan haalt ze erop. Ze moet wat, hè? Terwijl die schaatsers de een na de andere medaille binnenschaatsen, was de post geweest. Er is een pakketje uit China. En ik hoop dat het eindelijk mijn telefoondoosje is, want mijn telefoondoosje is echt dood. En ik had een prijs gewonnen van de postcode loterij. En ja, ik weet wat erin zit, want ik moest het zelf uitkiezen. Mag het alleen nu niet eten. Ik ga hem even openmaken. Ja, twee repen Tony Chocoloni. Die gaan in de kast, want die mag ik niet. En het vervelende is, ik heb ze deze maand weer gewonnen. Dan hoop ik dat er wit bij zit. Dan kies ik twee keer voor een witte voor mijn kinderen. En dan wordt hij begint te knipperen. Dus ik hoop dat hij nog heel erg volhoudt. Dan gaan we dat andere pakketje openmaken. En zo te voelen is het al een hoesje. Zo. Hallo. Ja, hier is het. Oh, even andersom. Kijk nou. Een Harry Potter hoesje uiteraard. Even kijken of die past en of hij goed is. Nou, kijk. Hij doet het. Hij past perfect. Dus ik ben helemaal blij. En het is een uitspraak van... Ik zal het even zo doen. Het is een uitspraak van Albus Dumbledore. Van de professor uit Harry Potter. En ja, die vind ik gewoon super mooi. Er is altijd licht in de donkere stoekjes. Maar je moet wel even het licht aan doen. Ja, heel simpel. Goed, ik ben er blij mee. Hij is paars, dus hij is sowieso helemaal goed. En ga even wat opruimen. Dan ga ik straks voor Marijn keizersmarren maken. En niet op de manier zoals Bram het deed van Martijn, maar op een andere manier. En ik ga voor mezelf kip in de oven gooien en ik ga er lekker een komkommer bij maken. Een komkommersalade met zo'n zure komkommer. Daar heb ik zin in. Het is natuurlijk super lief dat mijn kind drink inschenkt, maar... Dit is wel heel vol glas, meneer. Dat kan Kaas niet optillen. Gelukkig had ik nog een rietje in een andere beker zitten, dus ik ga eens maar met dat rietje er wat uithalen, want... Anders wordt het er niet. Oh, en ik zie dat ik jullie moet schoonmaken. De lens hier zo is weer iets wat viezig. Nou, de kip zit in de oven. De komkommersalade is klaar. Nog een 20 minuutjes dan eten. En dan ga ik nog heel even weer op stap. Dus ik zie jullie straks nog wel weer even. Nou, ik zit er weer klaar voor. Wie is de mol? Ik weet het niet meer. Ik denk dat Sarah de mol is. Of Meron. Een van die twee. We gaan het zien. Ik heb mijn hapje erbij. Een stukje brie. Een klein stukje. En een paar plakjes worst. Ik heb een half glaasje cola. Dat staat er al van de hele middag. Maar goed, dat kan nog prima op. En ik heb water natuurlijk. Ja, en er is nu het schils op tv. Dus dan word ik wat geler. En dat ga ik lekker even kijken. En dan lekker genieten. En dan moet deze dame nog even wandelen. Puk. Hey, gaan we wandelen straks? Ja? Gaan we een rondje lopen? Krijg je dan een koekje? Ja? Koekje? Ja. Maar het waait natuurlijk nogal. Ze is bang voor waaiende blaadjes. Echt. En dus ze loopt echt als een soort sluiptijger dan rond. Maar ja, ik kan die blaadjes niet allemaal weghalen ofzo. Dus en dat was ik ook niet van plan. Maar het is best wel... Nou ja, komisch om te zien zowat. Maar goed, vanmiddag verdedigden ze wel heel goed Timo toen iemand Timo een hand wilde geven om zich netjes voor te stellen. Dus dat was dan wel weer grappig. Dus dit is wel een makant beestje, zeg maar. Nou, ik ga die is de mol kijken. Ik zie jullie straks. Ja zeg, niemand eruit. Ja, ik ben met Puk wezen lopen, dus mijn huis is weer wild, want het waait nog steeds. Niemand eruit! Hoe dan? Maar er zijn wel een aantal dingen me opgevallen. En guess what? Sinan deed weer eens niet mee aan een opdracht. Dan denk ik, of je bent de mol, of je vindt er gewoon geen flikker aan, maar doe dan gewoon niet mee. Kan aan mij liggen. Wat ga ik doen? Ik ga nog heel even een videootje editen, dan is dat maar klaar. Maar die staat op dit schijfje. Dus ik ga het einde van de video op een ander schijfje opnemen. Ja, dat is even niet anders. Dus dat ga ik doen. En ik zag dat mijn haar al echt heel erg lang aan het worden is. Kijk,
heel eind. Ik denk dat wat er af was, is de helft alweer bij. Want ik kan het ook alweer gewoon zo vastpakken op mijn rug, zeg maar. Maar goed, het gaat vanzelf af. Ja. Maar goed, nu ga ik nog even die video editen. Dan is dat al klaar. Moltok is net afgelopen, dus nou ja, ik weet het allemaal niet meer. Dus even morgen de video's kijken en nog even een keer terugkijken. Ja, nou, tot straks. Dat je gewoon 300% zeker weet dat je je eindstukje hebt opgenomen gisteravond, zaterdagavond. Ik heb gewoon niet op record gedrukt, denk ik. Maar goed, bij deze dus. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Geef even een blauw duimpje. Laat een reactie hieronder achter. En vergeet vooral niet om te abonneren. Ik wens je een hele fijne dag. Als je dit 's morgens kijkt, dan kijk je dit 's avonds. Dan slaap lekker en heb mooie dromen. En vergeet ook niet mijn andere video's eens terug te kijken. Dan kun je zien hoe het gegroeid is. Wat ik allemaal gedaan heb de afgelopen, nou ja, jaren eigenlijk. Dus tot later.